Ja,
verdedigd door Hoge Fubo. Dan moet er een stop aan over. Stefik Sayar heeft hem helemaal terug. Of Kenan Kofoglu. Kijk nog eventjes of er veel schade is bij Hadouir. Nou, staat inmiddels weer. Mag zo weer deelnemen aan het spel, terwijl de intrap voor de Bosnaar is Kosoglu. Even voor een diepe bal richting Jules Hadouir. Zeemacht uit Den Helder, die in en tegen Volendam is te winnen.
Deze wedstrijd. Het genoeg de moeite genomen heeft om naar de gang in de zwaarte te komen. Die willen natuurlijk doelpunten zien. Ja,
Bouarashi. Een uitstekende redding daar van Dave. De grote kans daar voor de Bosnaar. Ik heb het niet.
Thank you.
Thank you.
Horen.
ook goed vertegenwoordigd hier in de sporthal. Boras, die prima gestaan. Die klopt sterk. Hier in de Brusselse hal. Zwaar.
Bella,
gaat door naar Boeijezand. Boeijezand stuit de keeper in de links. FCK de Hommel te beslechten. Geen aanname daar van Boeijezand. Desalniettemin staat de ploeg van Sander van Dijk nog wel op een voorsprong van 3-2. Hij gaat op druk aan de staat op de borden. Links in de links! Eén trap op eigen helft voor FCK de Hommel. Maar met Boras met een balletje. En dan lijkt Elanucci niet. De ballen uiteindelijk weer in de tribune terecht. Nogmaals, Doras. Terug nu naar Epic Sayar. Sayar breed naar keeper Wilders. Aansluiting van zijn kop aan.
Thank you.
Ik
op een Pubo stelt kans in de tweede speelhelft orde op zaken. Bij de ruststand een 5-2 voorsprong. Solide gedaan. Dan lijkt het alsof die hele krappe selectie van SCK de Rommel uiteindelijk toch moet buigen voor de regerend landskamp. Vanwege het conditionele. Mella. Inmogen zit. Speelt naar Sintjes. Die krijgt de bal weer. Kijk hoe zo in de overname de jongens aan de deur door Hansa Hoek. Dan de Tjolboe. Sayar. Hansa Hoek. Nog een bal hoor. Come on, 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 come on
week nog nooit bereikt. Best zijn het uit de eerste divisie. Ja, onder druk gezet. Scheidsrechter de Moerbeek die fluit omdat hij afvraagt door de FCK en Adil Zoutade namens FCK de Hommel een time-out hebben genomen. Proost, zeggen we dan. We geven een momentje van rust hier. Thank you.
Ik ga naar de kleedkamer, naar de kleedkamer, naar de kleedkamer.
Die is nog bij wijze schijntjes